Een goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Vanuit zonnig Suriname. Ik weet niet, iedereen krijgt een melding. Ik ga hopen dat mensen wel kijken en mensen een paar meldingen krijgen binnen. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, check, check. Goedemiddag, goedemiddag. Daar ben ik weer. Weer relaxaan, zo toe kan we zien. Oké. Mensen, vandaag. Vroeg opgestaan. Patricia nog eerder opgestaan om 6 uur om de broodjes te smeren. En we zijn dus naar een school geweest, naar 2 scholen vandaag. Op de eerste school aangekomen, ik zou er tussen 9:30 en 9:45 zijn. Sprak ik dus met, waarvan ik dacht schoolhoofd, nee, het was onderhoofd, de school heeft nog geen schoolhoofd. En deze mevrouw is 7 jaar al onderhoofd. Goed, ik sprak eventjes met haar om te kijken van oké, hoe gaat het hier? En toen kwam er een juf met een meisje aangelopen en het meisje huilde. Dus ik zeg, oh, was ze stout? Nee, zegt ze. Dus ik loop even weg, ik weet niet wat ik ging doen. Hij ging naar de toiletten kijken, ik weet, ik heb iets met toiletten. Toilettentik. En nu weet ik, ben gegaan naar die toiletten om te kijken. Ik kwam terug en ik hoorde dus aan de juffrouw, hoorde de juffrouw aan de onderhoofd zeggen, ja, gisteren ook al. Dus ik zeg, wat is er aan de hand dan? Ja, dit kindje heeft sinds gistermorgen, let wel, sinds donderdag, sinds woensdag niets gegeten. Ja, hoezo heeft ze niks gegeten? Ja, moeder heeft geen eten. Het meisje huilde, ik heb het meisje beet gepakt en ik heb haar een brasa gegeven. Ik zeg, je hoeft niet te huilen, komt allemaal goed. Dus ik vroeg aan, ja, zegt het onderhoofd, weet ik, want ze heeft gisteren ook al gezegd, ze geen eten hebben thuis. Ik zeg, wat heeft u dan gedaan? Ik zeg, heeft u sociale zaken gebeld? Iets gedaan met u? Ik heb het steeds over de schakels, toch? Je hebt schakels en dan kunnen ze een keten vormen. Ik zeg, we kunnen gaan schelden op bijvoorbeeld directeur of minister. Maar als deze schakels niet werken, kan degene die daarboven zit het niet horen. U bent degene hier, aanspreekpunt. Heeft u sociale zaken gebeld? Nee, ze doen niks. Ik zeg, hoe weet u dat? Ja, vorige schoolleiding hebben het allemaal geprobeerd. Hebben het ook al gedaan. Ik zeg, heeft u het gedaan? Nee. Dan heb ik natuurlijk geen enkel recht om boos te worden. Wie ben ik? Zomaar naar mij. Dus ik heb die mevrouw gezegd, oké. Heeft deze moeder een nummer? Kunt u moeder bellen? Ik wil met moeder praten. Kijk wat ik kan betekenen voor moeder. Dus dat ter plekke vanochtend. Ik heb toen gezegd, geef dat meisje nu alvast een broodje. Ze had honger, ze had niet gegeten sinds gisteren. Laat haar binnen gaan zitten. Ik had van die pakjes drinken. Kindjes binnen gaan zitten, gaan drinken. De directeur sprak met die mevrouw, maar ze zei, iets zat niet goed. Ik zei, mag ik die mevrouw? Ik denk, anders gaat dat ding helemaal broeien. Ik zei, dag mevrouw, ik ben die en die. Jullie weten, ik ben die en die. En ik heb begrepen dat u geen eten heeft. En de moeder aan de andere kant begint te huilen, te huilen. Ik zei tegen de mevrouw, waar woont u? Zeiden ze, ja, ze woont niet zo gek van hier vandaan. Taboe, ik kom eraan. En ik kom daar, de moeder staat buiten om me te wachten. Ze huilt, ik pak haar beet. Ik zeg, je hoeft niet te huilen, het komt goed. Ik loop met haar mee naar haar woonkamergedeelte, zeg maar. Ik zie een matras op de grond liggen. Je hebt geen geluid. Heb je geen geluid? Dan heet dat niet dat je in de noos. Oké, Cecilia, heb je me gehoord? Heeft iedereen me gehoord? Nel, hoezo heb je geen geluid? Hebben jullie geen geluid? Cecilia, heb je geluid? Oh. Dat is ook helemaal opnieuw begin. Dankjewel, Ermeline, Sharda, Bibien. Oké, we hebben geluid. Goed zo. Dankjewel, Wen. Ja. Ook veel eten. Mensen, het internet vandaag is gewoon een drama. Je betaalt zoveel drama aan internet. Anyways, dus ik zie in die woonkamer een matras liggen en een klein kindje van 1 jaar, 2.
ligt op bed en naast het kindje ligt er een Bijbel open. Zoals mijn Bijbel hier, ligt van haar open. Ik zeg tegen die dame, ik zeg, zie je, God heeft je gebeden verhoord. Je hebt geen eten, sinds gisteren hebben de kinderen niks gegeten. Ik heb mijn portemonnee gepakt en ik ga dit vertellen niet om, oh God, inmiddels kennen jullie me al, neem ik aan, maar laten we het toch nog zeggen ten overvloede. Ik zeg dit niet om te laten zien, kijk mij nou geweldig zijn, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik pakte mijn portemonnee, ik gaf moeder 1000 SAD. Ik zeg, dit hier gaat u nu boodschappen halen. Wanneer uw kinderen om 12:30 thuis komen, maakt u lekker een portie bruine bonen. Minangami bruine bonen. Maakt u bruine bonen voor ze klaar, dat ze komen dat ze eten hebben. Wel aan mevrouw Kree, aan mevrouw Kree, aan mevrouw Kree. Maar dat ik no Kree. Want gado luku you, gado boom. Dat was singing no. Dat is straat was singing. Gigratangi namasra. Gigantangi, gigantangi namasra. Apurumina pikadu furlusu misili. En huilend, huilend zong ze mee. Ik kan u vertellen, ik stond daar. En die, ik zeg maar, we gaan ons hoofdje niet hangen. Ik zeg, kom op. Ik zeg maar, wat denk je? Noem ik maar op ching. Ik kon je moeder zijn, wat denk je kring? Noem ik maar op ching. Maar we gaan God danken. Ga hem danken. Ga niet huilen meer. Look hoe je bent op je Bijbel. En Beggy. Weet ik veel. Ik ga naar die school. Waarom heb ik speciaal die school gekozen? Naar Gadoeire. Ben je een jippie. Ik heb die mevrouw het geld gegeven. En ik belde er terug. Zeg maar na school. En ze zegt, mevrouw, ik heb net beltegoed gekocht. Ik zou de kinderen u laten bellen om u te bedanken. Ze heeft bruine bonen voor ze gemaakt. Ze waren dolblij, super blij. Ik ben teruggegaan, ik heb mijn boodschappen nog meegewoond. Ja, deze is niks hoor, mensen. Maar goed, ik heb dus toiletpapier net gebracht. Wat ik haar aan niet. Hoe dat ik? Tandpasta, afwasmiddel, brood, jam gebracht. Ik kwam daar, ik moet zeggen, u moet zien, begrepen. Ik heb het meisje 's ochtends gezien hoe ze eruit zag. En ik zag het er net. Een enorm groot verschil. Blij, want laten we eerlijk wezen. Kinderen die honger hebben, kunnen zich niet concentreren op school. Dan gaat die werken en hij wil ook op. Oké. Dus, ik heb met die mevrouw gepraat. Ik heb gezegd, we moeten hulp gaan zoeken. Ik zeg, u heeft recht op een uitkering, op bijstand. Ik weet niet waar ik naartoe moet gaan. Ik zeg, ik ga u helpen. Dus ik plaats het in de groep en iemand zegt, oké, okay, Gloria, we gaan kijken, stuur die mevrouw de nummer, blablabla. Bla, bla. In de auto, let wel. Ik rij op de Gravenstraat, of de, hoe heet het nu, de Henk Arendstraat. Ik rij op de Gravenstraat. Ongeveer twee uurtjes geleden, denk ik, ja. Ik rij op de Gravenstraat, 3 uurtjes geleden. Ik heb nog een interview gedaan in het Sint-Vincentius ziekenhuis. Dat was net voor het Sint-Vincentius ziekenhuis. Uno merk niks. Mireille, op Gravenstraat. Want werkbus stond met knipperlichten aan op de weg. Ik kom aangereden. En ik moet natuurlijk zwenken, toch? Ik doe mijn knipperlichten aan, zodat de andere auto's achter mij weten dat ik weg wil. Maar je weet hoe Suriname gaat, je kan die richting Omeni toch door Rijgodoro. Dus ik zat rustig te wachten. Ik zie de meneer van het busje staan bij zijn portier. Portier dicht, meneer staat. Dus op een gegeven moment kon ik rijden. Ik zei, ik kan het nog moren. Hai vrouw. Zal meneer doen? Meneer stapt in de auto en de deur gaat open en ik rijd zo bam tegen zijn auto, zijn portier aan. Hele zijspiegel mensen, maar beide portieren, ik was zo boos. Ik denk, daaah, wie nakt op mijn stuur? Op uit mijn auto. Ik zeg, meneer, hoe doet u dit? Ja, maar ik zeg, meneer, u staat op die openbare weg. U kunt toch niet zomaar instappen? Mensen, ik heb geen auto meer nu. Auto, zijspiegel, baster, portier. Daarna, waarom vertel ik dit?
Waarom vertel ik dit? Waarom vertel ik dit? Om u aan te geven dat wanneer je bezig bent met goede dingen, wanneer je God prijst om wat hij doet, wanneer je anderen hebt bemoedigd, wanneer je er bent voor een ander, je doet je van mij allerlei wallen kon, van mij. Dan zo maar ik kom voor ontmoedig jou. Dan die brie wan kom voor poor me joy. Wel, 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 no one joy ne poeru. Mi breti dat next nog zang aan mij. En nu weet ik, huur een auto. Ja, mooi niet. Ik zeg aan die mensen, het eerste wat ze mij vroegen is, hoe voel jij je, hoe gaat het? Geweldig. Nee, auto, oh, auto. Nee, 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 de actie van auto, niks. Ik heb allemaal een beetje leggen van dat hij heeft ook geen oog in zijn achterhoofd. Nee, inderdaad, heeft u dat niet. Buh. Maar, als je op een openbare weg staat, voordat je instapt, niet dat je loeken toch, je kan stap zomaar in. Ja. Nu. Dus ik belde Carmelita op, is gelijk gekomen. Dus ik moest natuurlijk naar Sint-Vincent-Sensus ziekenhuis. Carmelita heeft me gebracht. In eerste instantie kwam de eigenaar van de auto en die wilde dus dan ook mij vertellen dat het mijn fout was. Ik zeg, ik probeerde, hoe komt u nou zo? Ik zeg, meneer, wilt u ook luisteren wat ik u vertel? U staat niet eens, u luistert geen eens. Ja, dat kan niet. Ik zei, weet je wat we gaan doen? Die was aan niet. Want ik merkte dat mijn lontje steeds korter werd. Ik denk, ik moet mezelf in een positie gaan plaatsen hier, zo wraak. Ik was rustig, mijn lieve man. Ik ben naar binnen gegaan, ergens bij iemand, die dames hebben me geroepen, komt u maar even hier zitten. Ik ben flink geschrokken, moet ik u eerlijk zeggen, ik was echt zo geschrokken van die klap. Maar anyways, ik ben ongedit, you know, that's the main thing, right? In elk geval, toen kwam die meneer in één keer binnen, de eigenaar, niet de bestuurder, zegt mevrouw. Ik heb alles ingevuld. Nee, eerst liep hij heel eerst arrogant langs. Vul een ding in, vul je formulier in. Ik hoor niet, maar als mensen zo doen, dan zingen ze mannen zo praten. Dan pak je oké. Heren, help de bijnaam, je moet wel wat meer aan die. Mijn pika, mijn meneer, niks. Ik kon je zien. En toen kwam hij naar binnen en zei, mevrouw, ik heb het al ingevuld. Hier, je hoeft alleen maar, ik ga tekenen. Ik neem de volledige schade op mij. Want zijn chauffeur was fout. Ik ben toch doorgegaan naar het Vincentie ziekenhuis. Ik heb daar gedaan wat ik moest doen met die meneer in het bloed. Ik ben daarna even gelukkig. Carmelita heb me willen rijden helemaal naar die mevrouw. Helemaal naar Clevia. Tjara mevrouw de Boskopu. Carmelita bij me toe lekker Jirimchi. Nu zit ik thuis. Ik moest straks naar de vergadering, zal een taxi moeten bellen. Maar ik vertel u dit. Om aan te geven. En weet je wat zo mooi was? Die eigenaar van de auto kwam en hij zei, ik ben zo dank God dat er niks met je aan de hand is. Dat vond ik mooi. En, ik zei ook tegen die meneer, hè, die eigenaar. Ik zeg, zo fijn. Ik zeg, zo grappig, hè. Niemand neemt verantwoordelijkheid in Suriname. U wil weer die verantwoordelijkheid bij mij leggen, terwijl het daar hoort. En ik merkte dat ik boos zou worden. Of ik was al boos hoor. Ik denk ook meer van de schrik, maar ik was boos. En zeker ook die attitude. Dus ik ben weggelopen. Verantwoordelijkheid nemen. If you fault, you fault. Ik ben fout. Dan zeg ik, sorry, dat is mijn schuld. Ik had moeten kijken, maar het was niet mijn schuld. Oké. Nu ben ik gegaan naar die mevrouw Kleefje. Ik heb haar de dingen gegeven. De spullen voor de gebracht. Waarom vertel ik dit? Wanneer jij goede dingen doet. Oh ja, die eigenaar van de auto. Van de auto van wie ik huur. Die zei tegen me. Zonder strijd. Geen overwinning. Zei die, hè. Maar ik zei tegen hem. En ik zal u eerlijk vertellen. Ik was aan het bidden en het rijden. Richting Vincentie ziekenhuis. En ik dankte God voor de wegen die hij opende. En ik bad oprecht, zeg ik, Vader, houd mij nederig. Weet je, hou me humble. Want we zijn mensen dan. Hou me humble. En er is een lied, ik weet niet of je dat lied kent, maar make me there one mooi prankie for you. Jami
vrienden. Dus ik zong, laat mij een mooi prinkje van u zijn. Wanneer God naar me kijkt, moet hij blij zijn als hij naar me kijkt. Daar staan kopjes aan. En toen die man toen zei, een jongeman, hij zegt maar, zonder strijd geen overwinning. En blijkbaar is de overwinning nabij. Yes! Nu stap toch maar, Nog zeg ik, Mina Otto, Otto helemaal zijn. Ah, nog helemaal, maar speak me vooral in kan. Ai, je zit die bij mij zo, brap! Maar meer dagi, gadoboom. Ik zei tegen deze jonge dame, jouw Bijbel lag open op je bed. En ik heb met haar gebeden, ik heb met haar gestaan, ik heb haar bemoedigd toen. En rijkwe, bribabab. Want natuurlijk weten wij, de mensen die gelovig zijn of weten van er bestaat een God en bestaat een duivel, is natuurlijk niet blij dat ik zijn naam groot maak. Ik zeg, u moet mij niet danken. U moet God danken dat hij mij heeft gebruikt om hier te zijn voor u. En gelukkig met Baba 1000 SAD, mensen zonder hesitation, en dan ga je daar zo meteen, dan zie je blije kinderen. Weet u wat dat doet? En toen ik kwam, de twee kleintjes, ik schat het meisje, 7, 8, een jongen misschien 5, waren bezig op de vloer. Geen bank, er is geen tafel, er is geen bankstel. Op de vloer hun huiswerk aan het maken. Huiswerk aan het maken. En dat met me goed, dat die moeder, jonge moeder, bezig is met haar kinderen. En ik had haar gezegd, als de kinderen komen, moet u vertellen wie ze moeten danken. En ze zei, toen ik dus de bel dat ik eraan kwam, zei ze, ik heb bel te goed gekocht, mevrouw, omdat ik mijn kinderen u wilde laten bedanken. Dan ben ik dus zelf gegaan naar die kinderen. Ik zei, maar wie moet jullie bedanken? Niet ik. De Heer God, zeggen ze. Ik zeg, precies. Want zo werkt God, hè mensen. Zo werkt God. Zo werkt God. Wie had gedacht toen ik gisteren broodjes ben gaan kopen met een echtpaar dat me gebeld in Glory willen meedoen aan dit project wat we zien waarmee je bezig bent. Ik zeg prima, ik heb twee scholen, mijn bel Desma. Ik kon ze niet meer bereiken, want school was al dicht toen deze mensen me belden, dus daar over twee scoren taboe. Ik had ook kunnen denken, nou ja, dan bel ik morgen. Nee, ik ben een andere schoolhoofd gaan bellen. Ik zeg, luister, ik heb nummers nodig van deze twee schoolhoofden, hun privénummers. Kun je me helpen eraan? Zeg ze, hold on. Binnen 5 minuten heb ik die nummers. Ik heb beide schoolhoofden persoonlijk benaderd. Ik heb gezegd, dit is natuurlijk, ja mevrouw, van harte, u bent welkom. Maar ik had die nummer, ik had er al namen van scholen gekregen, met het aantal leerlingen, maar ik had geen privénummers van scholen. En ik kom daar, en God heeft mij daar gestuurd voor dit gezin. Want we stoppen hier natuurlijk niet mee. Ik ga verder begeleiden, ik ga verder doorverwijzen, want er is een groep ook die maatschappelijke begeleiding doet. Dan gaan we kijken, wat moeten we doen om haar te begeleiden? Ze moet naar de sociale zaken. Ze weet niet, ze kent de weg niet. Dat betekent, je weet, ik heb bij de bijstand, als bijstand maatschappelijk werker gewerkt in Rotterdam. Dan is dit de hulpvraag van de cliënt. De acute hulpvraag, daarin heb ik voorzien. Eten, dat was de hulpvraag. Nog wel echt meer uit niks. Nyang, mina abi. Boom, met je union. Maar, daar blijven we niet bij. Dan moeten we nu verder gaan, want we gaan moeten voorzien in jouw zelfredzaamheid. We gaan moeten helpen. Waar liggen jouw problemen? We gaan je helpen. Dus dat gaan we ook nog doen. Maar hoe mooi. Hoe mooi, hoe mooi, hoe mooi. Mina Otto, mami Briti. Ik ga een uurtje liggen. Ik heb straks een vergadering. Maar mi Briti, dat een jong gezin die zie. Jippie. En ik ben een beetje boos geworden ook bij de school. En ik zei aan die mevrouw van, ik ben gaan kijken in het toilet. Ik zeg, mevrouw, wat about dan een toiletborstel? Mevrouw, schoonmaakster, ik word zo'n poepziek van altijd het afschuiven. Die moet het doen. Die moet het doen. Ik zeg maar, u bent toch eindverantwoordelijk, mijn God, man. Om mijn een toiletborstel. En ook een bij een toiletborstel, noem een bril nog dit. Mijn jongen, Noem maar. Sorry mensen. Mijn noem maar, stel me voor.
Mijn oma stelt me voor. Dat jullie 7 jaar in de compressie, dat het toilet is je zo eruit. Ik snap het niet. Misschien moet ik mee gaan lopen een dagje of een maandje om te kijken waarom lukt het niet. Misschien mijn beste stuurlui. Aan de kant. We moeten toch echt meer naar mensen gaan die verantwoordelijk. En ik zeg tegen die mevrouw, wat heeft u gedaan om dit gezin te helpen dan? Want dit, jij bent zeg maar, jij bent het eerste aanspreekpunt. Je constateert iets. Je hoort het kindje vertellen, ze hebben geen eten thuis. En that's it? Nee, toch. Wat onze... And you know, it takes a village to raise a child, toch? Als jij nou als schoolhoofd dit doorgeeft aan sociale zaken, heb jij in elk geval dat gedaan wat je moest doen. Sociale zaken kan dan gaan kijken en dan gaat het zo verder. Maar we doen het niet en dan gaan we schelden op die... Ja, minister en doet niks. Maar van minister moest dat dan niet zien. Het zijn de schakels. En ik verdedig geen enkel minister hoor, dus nog wel. Oh vader. Maar dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Nogmaals voor uw ondersteuning. Een paar mensen hebben me benaderd voor het broodjesproject. Ik ga het verder een beetje uitwerken. Morgen ben ik bij de STVS Mantentaki, omdat ik vind dat we veel meer hier aandacht aan moeten besteden. Sorry. Dat we aandacht aan moeten besteden. Dat er is nood. En ook kunnen schelden op een regering. Dat is ook helemaal goed. En, maar tegelijkertijd schelden we. Maar kunnen we dan ook zorgen voor een stukje opvang en oplossing. Zeker aan mensen die buiten hun schuld om bijvoorbeeld. In situatie terecht zijn gekomen. En de kinderen zijn buiten hun schuld om. Hè, in deze situatie. Dino zoeken als aan die zien. Ik heb die mevrouw gezegd. Alsjeblieft geen kinderen meer. Dat is, waar zijn de vaders? Die vaders moeten ook verantwoording gaan stellen. Als men weet wie een vader is, laat toch achter die vader. Dan gaat meneer, u moet een bijdrage leveren. Anders nou, dat is dat niet. Maar dat wil ik u dus vertellen. Mijn auto is, niet helemaal in de prak. Dat zou ik overdrijven. Is ook niet in de prak. Hoe zeg ik het? Kan ik nu niet rijden? En nochtans zeg ik. God is goed. Met de... No weapon formed against me shall prosper, zegt het woord van God. Is naar woord toe, bij alle kracht die er, bij alle wijsheid die er, bij alle vreugde die er. En we gaan zien, we gaan verder zien. Die jongen zei tegen me, geen strijd zonder overwinning. En waarschijnlijk is de overwinning nabij. Laten we hopen op een doorbraak op zoveel terrein. Met name dit broodjesproject, dat ik wil gaan tillen naar een hoger niveau. En hoe til je naar een hoger niveau? Door meer mensen erbij te betrekken. Ik kan het dit niet alleen doen. Absoluut niet. Maar meer mensen. Als u meer mensen kunt motiveren. Als u bijvoorbeeld een oud-leerling bent van weet ik veel wat voor school. Check in je buurt. No? Hoe zit het daar op school? Hoe kunnen allemaal doen? Allemaal. Iedereen het doet. Wow. Dan lachen we de regering uit en zeggen. Ik kan figuren, want je neemt zorg voor je neemtjeen. Je neemt zorg voor je als structuur. En we moeten ook leraren aanspreken. Sorry. Ook leraren deze. Ik was echt een beetje teleurgesteld in die mevrouw. Echt. Dan kun je me vertellen. Oké, komt dat op. Ja, misschien, maar goed. De kinderen hebben al wel gegeten. Als vader daarna kwam, maar de kinderen hebben gegeten. Ik heb hun bordjes gezien. Want ze hadden niet alles opgegeten. En de bordjes waren, ze hebben laten zien wat ze heeft gekocht. Wat groente, wat kip. En de bordjes met nog een restje van hun eten was in de koelkast. Zo lief. En ik wou zien, ze hebben gegeten. De birre, de njande birre furu. Ze is gisteren niet gegeten. Is te triest. Maar ik ben dankbaar dat ik het heb kunnen doen samen met u. Mensen die me regelmatig wat geld sturen. Dit is wat er gebeurt onder andere met uw geld. Benzine. Ja, benzine, de mam hormant. Ah! Oi! Data! Af en toe had ik bij mijn proostje bruine boentje beschreven die hele mensen, want ik was echt geschrokken. Ik ben alleen. Ik ben jouw proostje bruine boenen. En ik ga nu een uurtje liggen, straks naar de vergadering. En ik ben er morgen weer. Morgenochtend ben ik eerst bij Mantentaki
waar ik over dit broodjesproject ga willen praten, waar ik mensen ga oproepen dat we ons even loskoppelen van elke politieke situatie. En als mensen ons gaan meer gaan profileren, die om elkaar geven, die om hun omgeving geven en die oog hebben voor elkaar. Zoals ons volkslied zegt, was oteta takomopo, wie musetti kondrebu. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waarde. En zoals dat kindje zag daar, ik loop weg en ik kom terug en ik zie haar huilen, ik pak haar beet, ik zeg wat weet je, en ik hoor de juffrouw zeggen, ze hebben niet gegeten en ze heeft nu ook geen brood. Nou, dat breekt je hart als moeder, als mens, als Surinamer, als burger gewoon, en zeker als christen. Ik geloof dat we dat moeten doen om te helpen. Dus, dan weet je dat van mijn auto. God zegenen jullie ook allemaal, die jullie me ook ondersteunen. En ik ben blij. Weet je hoe blij ik was toen ik die mevrouw belde? Ik zei, wat heeft u gekocht? Dus ik heb dit en dit gedaan. Ik zei, en wat heeft u gekookt? Ze zei, u heeft gezegd bruine bonen. Ik heb bruine bonen voor ze gemaakt. Kinderen blij. Mensen, kinderen. We gaan het doen. We gaan het samen doen. Ik heb u toch gezegd. Van dit zo. Nou, wat je zo dit zo. Nou, koken op recht bakken. Koleg burgers tekoen verantwoord toe. Koe tekoen verantwoord toe. Loekoe. En uitzien naar elkaar, met elkaar, weet je. Ik word een beetje moe dat we alleen maar... Kijk, we moeten praten over de situatie, helemaal. Want dat doe ik ook, hè. Tamara Baga. Maar naast los van het praten. Wat doen we nog meer? Wat doen we nog meer? Alle radiomensen. Wat doet u daarnaast? Als u een grote audience heeft, een grote luisterdichtheid... Gebruik dat ten behoeve, ten goede. En stimuleer anderen. Want je hebt een platform. Gebruik Asani tot goede. Wil je een legacy achterlaten? Van, ik ben een baar noemen, maar nooit je het doen. Of je maakt een legacy van, ai, een man, een vrouw, dat die je pa kondre. Oké, ik ga liggen, anders kom ik nog helemaal in. Nog met meer wallen. Tot morgen ben ik er. In begin die tsunami zijn, Mantin Taki, ben ik er om 8 uur en om 9 uur op de radio met Tanning, even na 9. Blessings! Ciao, ciao! De mensen met die wagens verkopen kunnen helpen, ja. Oh ja, casino's, inderdaad. Dat is een goeie. Dat ga ik doen. Thank you. Ik ga liggen, want je kan het zien. Een feestje moest komen. Mijn moeder word ik melig. Oké, ik ga liggen, want ik was vanaf 6 uur op. Ook wil ik Patricia bedanken, die ook vanaf 6 uur is opgestaan en broodjes heeft zitten smeren voor mij. Thank you. Later. Als jullie mensen kennen met auto's, say thank you, man. Ik de sponsor met een auto. Man, nonsense. Hinderlijk. Cola voor jullie mensen. Ik ben in elk geval, ik ben blij dat er niets met mij gebeurd is. Thank God for his mercy and his protection. The devil is a liar. Ciao, ciao. Later.